Jurgen K, Kieranem, chatbericht sturen. Iboka? Iboka gereageerd. Gaan we bellen? We gaan hem bellen. We gaan hem confronteren. Wat? We moeten even praten. Jongens, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jasper. En vandaag zijn we boos en we gaan reageren op de haters. We gaan reageren op de haters. Oké mensen, vandaag is het dus wel tijd om te gaan reageren op de haters. We gaan reageren op de haters. Dat moet gewoon gebeuren. Om de tijd moet dat af gewoon en toe gebeuren. Moet het gewoon geklaard worden. Iedereen, kom op man. En zoals jullie zien, merchandise. Merch. www.glowmovies.nl www.glowmovies.nl Oké mensen, we gaan maar gewoon beginnen met reacties. Dus let's go. Bos. Sorry, maar jullie kanaal is wel dood nu. Jullie zijn fucking lelijk. Fuck. Niveau van haatreacties echt. We gingen door de haatreacties heen echt zoveel spelfouten. Wat een homo's zijn jullie. Verrel Keper met zijn kutkapsel. Groetjes Tibor. Insta is Tibor.k. We gaan Tibor K even opzoeken. Tibor.k, je redt hem. Hij is privé. We gaan hem volgen. We gaan hem volgen. Chatbrief sturen. Wil je een video opnemen? Ik weet niet waarom, man. Dit komt. Misschien zegt hij nog wat. Ja. Ja. Yo! Maar misschien is het niet Tibor K, misschien is het gewoon om iemand te pesten. Job Huus, de Z. Jesper heeft echt een kk-lelijke kop. Like als je dat ook vindt. Nou. Jullie zijn echt mietjes. Eet gewoon die augurk van de hamburger. Dat kan toch niet? Dat kan niet! Ik vind dat het volk mag bepalen. Laat in de reacties weten, moet de augurk op de hamburger of moet hij eraf? Nee! Hashtag team, team nee, hashtag team ja. Kijk maar. Beter het geluid van jullie intro iets zachter. Weer een nieuwe reactie van iemand. 6666666666 9 Sorry, maar ik vond het echt een slechte video en ook niet grappig, maar het is mijn mening hoor. Dit is geen haatcomment. Oh. Oh. Nou, dat hoeven we niet te bespreken. Nee, dat doen we. Dit is geen haat. Pardon, hoe kun je twijfelen tussen een Heineken en een Hertog Jan? Schande voor de maatschappij. We gingen bier raden met blinddoek om. Nou, Jesper deed dat. Ik. Deed dat en ik weet niet waarom. Ik vind het ook een schande. Maar ik weet het niet. Tja, sorry jongens. Ik schaam mezelf ook echt oprecht heel erg voor. En ik heb er ook een moeilijke tijd mee gehad. En ik heb er nu allemaal achter de rug. Ik kom net in mijn burn-out. Dus ja. Echt in schuldsanering zit hij nou. Ja. Ik ben hij is helemaal kapot van. Tibor K heeft gereageerd. Ja, wat voor video. Tibor K. Wat moeten we nou zeggen? Ze zeggen. Dat je reageert op haat komt. Maar dadelijk is hij dit niet. Anders is het wel echt. Oh, hij heeft het al gezien. Hij is live. Nou ben ik ook opheldering. Wacht, stuur de screenshot gewoon door. We hebben de hater geconfronteerd. Ik ga hem gewoon even uittypen. Een vraagteken.
Ik ben echt bang dat ik de verkeerde heb. Oh, hij zegt nou, kom maar eerder, dan woon ik. Ja, hij is goed, ik kan hem houden! Hij, sowieso, ja, een vriend van mij zat op een... Oh, even ringen. Ah, wat? Ja hoor. Ja, ja. Ik zei het toch, dat was een vriend van mij. Ja, het kan, maar... Nee, natuurlijk niet. Dat zegt iedereen zou dat zeggen. Ja, wat moet je nou zeggen? Ik zeg gewoon ja hoor. Ja, ik ben echt benieuwd of die dat nog wel is. Dit is een video om meer haat te confronteren. Maar hier staat, hierboven bij je staat Ding Stink. Maar je hebt wel een ziek YouTube kanaal. Yeah. Wil je me promoten? Wat is deze vent? Bel hem op. Gaan we bellen? We gaan hem bellen. We gaan hem confronteren. Oh. Je gaat het sowieso niet opnemen. Yo. Yo. We moeten even praten. Ja, dat zagen we. Wie had er, wie had die haatreactie gekomen? Minkert, Minkstink. Ja, dat is een vriend van mij. Ja? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Moet ik zijn Insta geven? Minkert. Dus dat was Minkert. Ja, want dat stond ook bij de reactie. Wacht even, ik stuur even door. We zien je bakkes niet. Mijn bakkes. Hey, Jesper, je hebt wel een mooie auto, een mooie eentje. Dankjewel. Oké, okay, dan What the fuck, ik word het meest gebeld door YouTube. Het is gewoon grappig. Hey, willen jullie me promoten? Nee. Nee. Waar ben je nou? Ik ben in de McDonald's. Als je nou keihard door de McDonald's roept, abonneer op Gnomo is echt keihard. Zou ik doen? Maar wij bepalen hey, we eigenlijk. Hey, we promoten je in de video, ja? Oké, is goed. Hey. Samen. Okay. Abonneer op Gnomo. Ja, die is goed. Ja. Doe de groetjes aan Mink Stink. Zoiets, Mink Stink. Yo, hé, hey, later hè. Hé, hey, fuck broer. Ewa, broer. Oké, jongens. Het was dus denk ik iemand anders. Ja, ik gok het op dat het iemand anders was. Ik dus... vond het oprecht best een goede keer. Hoerzoon, kom hier, je moeder. Ja, ik heb oprecht niet ja, altijd, kom hier, kom hier. Kom zelf, jongen. Ja, kom. Ik zit letterlijk door te cringen, zegt Latina Pussy Slayer. Oh man. Dat is wel heftig om te lezen dan. Dan komt er gewoon binnen, joh. Dan komt er gewoon binnen. Dat ons. Dat zei ze, dood zit te cringen. Oh, boeien me niet! Dit is echt een heftig. Gefeliciteerd, Rick. Hiep hiep, hoera. Kom op man. Hoe kan je nou echt de hele tijd schelden met hoer en zo echt? Hoer, kom op, Rick is jarig. Feliciteer hem gewoon met gefeliciteerd. En zeg niet hoer. Kom op man. Dit gaat echt te ver. Dit gaat echt te ver man. Kom, we kunnen buiten de video stoppen. Dit werkt niet zo. Ik geef hem wat het stoort. Hey, Kel, dat moet het doen. Zag je ze wel leuks vandaag? I will plop cookie heeft als profielfoto een Minecraft skin. En dan zegt hij, ik geef jou waar het stoort. Weet je, dit is gewoon letterlijk een bedreiging. Dit is een bedreiging. Dit is een bedreiging, ja. Yo mensen, lukt jullie kijken niet naar een video, want we gaan stoppen. We gaan ermee stoppen. We gaan ermee stoppen. Dit is de laatste video op ons kanaal. Want dit heeft ons gewoon echt... Ja, dit is zo erg. Ik kan er gewoon niet meer omgaan met haar. Het is echt te hard om... Ik kan er gewoon echt... Ja, ik kan het. Domo Spendel, prima kwaliteit. En prima heel... kwaliteit, lekker zacht. Heel goedkoop. Heel goedkoop. Tegenover anderen. Dus oprecht goedkoop. En de binnenkant, lekker zacht. Koop hem, www.glomo.nl. Vergeet een belletje niet aan te zetten, jongens. Gek, ik moet een belletje aanzetten.